zijn we weer terug bij de College of Winterhall. En ik heb net even die draak, die is er nog steeds. Die gaat dus even niet weg nog. Die heb ik even overgenomen. Met mijn fucking shout, jongen. Dus die blijft lekker rondbaaieren. Ga je maar lekker rondbaaieren met weet ik wel wat je ook aan het doen bent, mag wezen. En we gaan hier beginnen met de questline van de College of Winterhall. En waar het eerste waar wij mee moeten gaan lullen is deze mevrouw. Ja, dank u wel. Ik moet met jou lullen. Ik was verteld om jou te kunnen zien. I'm surprised at how many of you there are lately. Well, first you'll need these. While you're not required to wear them, you may find them more to your liking than your current clothes. I'll give you a brief tour and then we'll get you to your first class. Are you ready to begin? So. Notice hood, notice wraps en de boots. Oh ja, ik moet de kleding aandoen voor een meisje. Ik zie het zo. Sorry, ik ben niet ready. Ja, ik kijk al een tijdje en ik vind het leuk. Wonderful. Ja. Please follow me and don't wander off. Oké, okay, ik ga je volgen en ik wander niet af, ja. The prominent feature here is the Hall of the Elements. It's our primary location for lectures, practice sessions, and general meetings. The Arcanium is located above the hall, and the Archmage's quarters above that. What the fuck, man? While technically in charge you don't of the give college, a shit? The Archmage's responsibilities often keep him occupied. Thus, I run the day-to-day operations. Now, if you'll please follow me, I'll show you the living quarters. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik ga eerst even mijn kleding aandoen dan, die ik net heb gekregen. Armor, apparel, yep. Boots, ring. Andere ding. Thomas Robes, wat is dit? Structiespel, zijn goedkoper. Wat is die kleding die je aan mij gaf dan? Is dit zeker? Ja. En dan deze? En welke dan? Serieus, ik heb nog steeds die party boots en zo in mijn. Oké. Okay. Wat de shit dan? Hey, good deal. So. We've had to implement more stringent entry procedures. Mooi geïmproviseerd. Mooi booties. We don't anticipate any real violence, but happen niks aan, maar dat boet niet. Oké, okay, nou lopen dan, vrouw mens. Lopen. Rennen. Rennen voor je geld. Ren dan. Ren dan. Whatever. Even nog iets aanpasselijker. Weapons. Waar zijn mijn arrows? Arrows, 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 arrows. Oh. Powerful dead body, heb ik? Holy shit. Ik schrik me de tering. Ik heb er zeg maar een radio naast me staan. Ik word in één keer gebeld op mijn telefoon. En ik schrik me als de tyfus. Die radio gaat helemaal flippen van hier naar Tokio. Nou, even mijn arrows uitgedaan. Zo, ziet er iets bijzonderlijker uit. Gaan we nou serieus zo langzaam lopen? Ik denk het wel. Zij zitten zo bij jou aan. Just deal with it, motherfucker. Oké. Okay. Fucking draak, gaat heen of zo. Oh! Zo, even wat is er nou? Lopen dan. Ga maar lopen met jou. Je loopt dan, loop dan. Hop, hop, hop. Our newest members are housed here in the Hall of Attainment. I'll ask that you please keep your voice down while inside, as no. Others may be working on research or delicate experiments. Ja, gaan we eindelijk naar binnen. Dankjewel. Yay, ben binnen. Now I'll show you to your quarters. You're going to be sharing space with your fellow apprentices, who you'll meet shortly.
Oh, is dit mijn huisje? This is where you'll be staying. Ik wil die hebben. This bed and desk are yours. Please try and be considerate. Alles stelen. Ah, dat vind ik niks. Now, let's go back to the Hall of the Elements, where most of the members gather for lectures and study sessions. Nog meer. Nog ijstie dingetjes. Alles meenemen. Goud. Scheidschoenen. Wat is dit? Een kutboekje waar je toch niks aan hebt? Oké. Okay. Oh, dan gaan we weer naar buiten. Ik wil weer naar buiten toe. Ja, waar is je nou? Oh, hier. Hallo. Initially, you'll be learning from Tolfdir, one of our most esteemed wizards. Ja. Niria. Oké. Nou, gaan we, ja, loop maar. Loop dan. Ja? Oké. Zo, gaan we even draaien. Oh, ik kan geen... Ik ga geen shout doen. Oh, leuk. Wacht even. Even flamethropers. Ja. Au. Nog eens erbij. Hebben we een bow erbij. Bow. Nou, dan moeten we dus denk ik toch wel die rotdraak killen. Oh, jammer. Don't fly together! You need to fuck up! Gauw, dief of zo. Ja, goed zo. Restoration is a perfectly valid score. Don't let anyone tell you otherwise. Ja, oké. Die gaan we dan even wegdoen. Flametropus die mag. En noem maar flames of zo. Ja, hartstikke mooi. En ik heb nog steeds. Items, weapons, arrows uit. Ja, after I finish showing you the ground, ga dat doorlopen, ga er in een fucking boekje kijken. After I finish showing you the ground, I think the college is due for a change in leadership. Are you kidding after me? After I finish showing you the grounds, we can talk. Ga je hier al serieus een uur blijven staan? Ja hoor. Oh nee, hè, schat weg. Schat lopen. After I finish showing you the grounds, we can talk. Fucking hell! Ga lopen, mens! Ja, ik skip wel weer een uurtje. Waar is ze? Die is daar binnen. Waarschijnlijk heeft die draak mijn storyline nu al geglitcht. Waar de fuck zit ze? Is ze? Boven me denk ik. Yep. After I finish showing you the grounds, we can talk. After I finish showing you the grounds, we can talk. Oh, echt jongen. Ga je dit serieus meenemen? After I finish showing you the grounds, we can talk. Ga nou. Ja hoor, moet dit opnieuw doen. Door de College of Winterhall. Jammer niet. Weet je, we volgen er nog, heel even. Nou, ze gaat weer naar buiten, dan is die draak weer zeker actief. Of boos. Yep. Oh? Mooi, ga dan eens weg, man. Als
show my command then. Okay, het ziet er goed uit. Zover ik kan weten, moet zij daar naar binnen gaan? Ik ook. Kom je dan zeg maar bij de eerste klas? Gewoon echt de klas. Niet de class, maar de klas. Van de schoolklas. What you learn here will last you a lifetime. So oh ja. If your talent. Ik zat even te kieken, is dat jouw lichaam? Maar. Wat zeg het dan binnen? No secret that the college. Je hebt alleen een appel, daar mee dan. Tainted. After I finish showing you the grounds, we can talk. Hartstikke mooi, nu lopen. Gaat ze weer in het boekje kijken hoor. After I finish showing you the grounds, we can talk. Loop dan! Ga niet lopen! Oh man, man, man. Oké, ga je jezelf naar binnen, anders moet ik de questline weer opnieuw fixen. I have many important things on my mind. Your welcome, concerns. Welcome! Ja, met Peter. We were just beginning. Please, stay and listen. So, as I was saying, the first thing to understand is that magic is... You don't give a fuck. Je gaat wel tussen de wizards staan en naar mij kijken. Ik vind dat helemaal mooi. Unless you can control it. Oh ja, deze man is cool. And will Jezargo. Destroy you. Van hem mag ik wel. Sir, I think we all understand that fairly well. Zij we niet heel erg. If we couldn't control magic. Nee, hij boeit niet eigenlijk. Of course, my dear, of course. You all certainly possess some inherent natural ability. That much is not being questioned. What I'm talking about is true control. Mastery of magic. It takes years, if not decades, of practice and study. Then what are we waiting for? Let's get started. Echt, hè? Please, please. This is exactly what I'm talking about. Eagerness must be tempered with caution, or else disaster is inevitable. But we've only just arrived here. You've no idea what any of us are capable of. Why not give us a chance to show you what we can do? You've been quiet so far. What do you think we should do? Ik weet het niet echt. Ik denk dat we iets moeten leren. Dus moeten laten zien. Safety. Oftewel. Ja, safety moet vooraan staan. Well, your classmates certainly seem to disagree with you. Oh, don't listen to her. We can do it. Just give us a chance. All right, let's settle down. I suppose we can try something practical. In continuing with our theme of safety, we'll start with wards. Wards are protective spells that block magic. I'll teach you all a ward, and we'll see if you can successfully use it to block spells, all right? Would you mind helping me with a demonstration? Are you at all familiar with ward spells? I don't know any ward spells. That's all right. I can teach you a very basic ward, one that's enough for the purposes of this lesson. Okay. Now, if you'll just stand right over there, I'll cast a spell at you, and you block it with the ward. Here we go. Over there, please. Just out. Okay, moet je heel even wachten. Ik weet niet of dat tussen de boeken staan of zo. Level 10 keer kom je al tussen de boeken. Ik denk niet dat het tussen de boeken staat. Nee. Dan moet ik gewoon tussen de magic staan. Best of ward. Increase armor rating met 40%. Volgens mij is dit hem. Dat pakken we ook gelijk erbij. Kijk of dit hem is. Ja. You have to keep your ward or else this won't work. I don't want to hurt you. Kom op dan. Over there, please. Just opposite me. Wouldn't want anyone else in the way. Kom dan. Oh. Now, cast the ward spell and keep it up. Okay. Hold still. Excellent work. Well, cool spell I think this is an excellent start. I'd like you all to continue practicing. Ik heb ook een spel hier gehad. Die gewoon. I think perhaps we're ready wacht. Exploring some of the various applications of magic throughout history. The college has undertaken a fascinating excavation in the room. Okay. We pakken de lesson word erbij. We doen met twee handen. Check dit. 10 keer sterker. I suggest we meet there in a few hours
Dat is toch epic. Maar eerst pakken we de flames erbij en dan pakken we de flame tropes erbij. Dan doen we deze en dan doen we deze. Oké, dat was gelul, de first lesson. Under Sartol. We told the outside Sartol. Okay. Good to see Skyrim still has such fine people. You give an old man hope. Okay. Dus eigenlijk wat we nu moeten doen, we moeten even. Ik hoop dat de draak oké is, denk ik niet. Oké, draak, let's go in machine. Elder Dragon. Dus een oude draak. We gaan even op de map kijken. Als het goed is, moeten we hierheen. Oké. Okay. Daar is het naartoe. Dus zullen we daar een dingetje in? Even kijken of we met de fiets naar de draak kunnen. Can I serve you, Fury? Ja, ik wil dat je mij een liftje geeft. Let's go fly together, mate. Ja, ga naar die waypoint vliegen, alsjeblieft. Vlieg naar de waypoint. Vlieg naar de waypoint. Hoe de fuck moet ik... Oh. Oké, als je een vierkantje drukt, krijg je een mensje kastje. Go. Pak ik vierkantje weg. Nee, dat is het. Nee, ik ga niet die idee aanvallen. Hoe fuck moet ik jou naar de waypoint laten gaan? Moet ik dat met map doen ofzo? Of werkt dit alleen maar met fast travel? Dus zeg maar alleen fast travel kan met een draak. Als je dat je niet de hele plek weet, zeg maar. Oh, dat is balen. Ja, ik ken hier geen plekje, weet je? Ga maar hierheen vliegen. Hé, ik snap er echt niks van. Ik snap er echt geen zak van. Dit is zeg maar Winterhall. Dat dorpje voor de college. En dan vliegt hij hier eens een maakje rond. Oké. Okay. En als ik nou zeg maar. Oh, ik kan niet wachten. Oké, dit is even fucked up. Ik denk ik kan wel even vliegen met een draak zo waar je naartoe wil. Je landde hier eerder ook. Oh ja, ik deed het. Ja, mooi. Goed, zei Jaffi. Kies aan. Het vliegen is best wel tering hier gekant. De rest is nog nice. Waarvoor ik remove dat dingetje eventjes. Ik heb lichtere keren aan nu al. Ik
makkelijker kwijt, want ik kan veel verder rennen, zeg maar. Zonder dat mijn stamina tering veel naar beneden gaat. Dus eigenlijk wat ik nu moet doen, ik kom hier ook bij het stukje bij de College of Winterhall. Hier wordt zeg maar dingen opgegraven. Hier moet ik kleine questlijntjes, kleine dingetjes gaan vinden. Dus dat is zeg maar mijn les. Ik snap de logica er ook even niks van. Dus ik ga even naar beneden springen. Hopelijk dat ik die dood ga. Dan sta ik hier, dan moet je hier in die deur. Niemand is er, dus ik ga nog wel een uurtje wachten. What the fuck doe jij hier, grappie? Het is een stormcloak voor hier. If you know any true sons and daughters of Skyrim, tell them to head to Windhelm. Ulfric Stormcloak wants to see them. Oké. Okay. Interessant. Ik denk dat ze oorlog gaan voeren dan. It's always all right. Ik ben ready. Let go. While we're inside. It should be safe, but it's always better to be cautious. Ja, dat is waar. Ze zijn zeg maar hier al fucking vaak naar binnen geweest. En dat is zeg maar het lesje zelf. 9 van 10 keer is de hele soortje leeg. Maar in dit geval, omdat je de questline nu gaat doen, is het begin leeg en dan een beetje het midden en het einde is gewoon vol met enemies. Sarthor was one of the earliest Nord settlements in Skyrim. Sacked by the elves in the infamous Night of Tears, not much is known about what happened to Sarthor. Oh, ik weet wat hier is gebeurd. Maar dan moeten jullie zelf wachten komen, die nu naar deze video zitten kijken. Ik weet wat er is gebeurd. Well, are there any questions before we begin? Ik heb geen vragen, moet ik van je doen? Well, why don't you see if you can assist Arniel Gain? He's one of our scholars, here working on cataloging our finds. I expect he'd appreciate some help in locating any additional magical artifacts here in the ruins. Any enchanted items. Oh, ik ga een hele grote vinden als goed. The usefulness of the enchantment is irrelevant. Find anything, the class can look it over. Now let's see. What shall we have the rest of you do? Brelina, my dear, why don't you search for warding magics? Okay, dus iedereen gaat gewoon zijn eigen gangetje gaan. Om een eigen dingetjes te vinden. Ik moet nu op mijn eigen gang ook gaan. Om een eigen ding te vinden. Magisch dingetje of zoiets. En het ding wat ik hier ga vinden in deze dungeon is one hell of a thing. En dat ding is best machtig. Laat ik het zo behouden. Zoals ik zei, hier in het begin is het heel rustig. Maar even later wordt het drukker. What the fuck doe jij hier? It's going to take forever to sit through all this. Oh. What? Ah, yeah. I've only looked through a portion of this section. Try and be careful, alright? We don't want to damage anything. Hey, damage jouw hoofd. Oh, wat? Fuck off. Alright then. Dus ik moet nu een enchanting ring moet fixen. 4 ringen. Nou. I fucked it up, mate. What in the world was that racket? Is everything all right? Yep. How in the world did that happen? Ik heb een amulet gepakt. Perhaps the amulet is important somehow. Is there some way you can use it? Wat dacht je van het amulet terughangen? Nee? Oké. Ik weet niet hoe je uit moet. Oh ja, ik weet het. Items. Nee, dat is bij Apparel als het is. We doen omhoog. Nee, ik zit bij weapons. Apparel, ouwe. Waar is die? Waar is dat?
Nee. Nee, ook niet. Ook niet. Ook niet. Ik moet zeg maar die ring, of die... Ja, deze. Die heb ik zeg maar gepakt als het goed is. Kijk nog even voor de zekerheid verder of er nog geen andere ding is die erop lijkt. Zoals deze, maar dat is hem niet. Right. Nee, dat is hem. Kijk, nu heb ik hem zeg maar om die ring. Bam, gek. Hey, grappig, die hele ding is kapot. Moet ik die ringen nog niet oppakken? Volgens mij niet, hè. Nee. Gaan we terug naar dit schappie. Please be careful here. The site isn't entirely... Do you see that? Heb je dat gezien? Wat ik net deed? This appears to lead somewhere. Let's see where it goes. Ja, we gaan met z'n drieën gaan we kijken waar het naartoe gaat. Please be careful. Ja, ja. Nee, dit is niet secured. Of dit is niet zonder grappies. Die mij willen aanvallen. Moet ik met hem weer lullen of? Wacht, daar komt hier aan. Laat ik nu even doen. Ik doe gewoon een oude keer aan. Terwijl de keer die ik altijd aan heb. Die, deze, die en die. Dag. Why in the world would this be still on? Ja. What is this place? Ga, mijn let hier. Wat is wat? I'm not sure what to expect here. Please be on your guard. What the fuck? Okay, weg is hij. Of hij staat er denk ik hier voor mijn neus, moet ik een beetje zeggen. I'm not sure what to expect here. Please be on your guard. Oh, what the fuck? Hold, mage, and listen well. Know that you have set in motion a chain of events that cannot be stopped. Judgment has not been passed, as you had no way of knowing. Judgment will be passed on your actions to come, and how you deal with the dangers ahead of you. This warning is passed to you because the Psijic Order believes in you. You, mage, and you alone, have the potential to prevent disaster. Take great care, and know that the Order is watching. Dus even gezegd, I swear I felt something rather strange just then. What just happened? Ja, dus eigenlijk komt erop neer. Er is een grote, sterkere mage groepje. En dat zijn zeg maar de sterkste mages die er zijn in heel fucking Skyrim. En ze hebben zicht op mij. Ze vinden mij aantrekkelijk, zeg maar, omdat ik ook een sterke mage moet gaan worden. Daar komt eigenlijk op neer. En dan gaan ze mij warnen en die gozer die je net zag, die ga je nog wel vaker zien. I'm afraid I didn't see anything. En ook in tech. Can you tell me more about what you saw? The Psijic Order? Are you quite sure about that? Ja, de Psijic Order. That's very odd. Dat is zeg maar die order groep met de sterkste... Why, that doesn't make any sense at all. The Psijics have no connection to these ruins. And no one's seen any of their order in a long time. Tovenaar, zeg maar. Perhaps we should take a look inside these coffins. Now, please do be careful. Who knows what we're going to find? Ik weet ook niet wat we gaan vinden. Maar daar komen we toch zelf achter. Wat is Psijic Order? Dat ken ik al. Een van de sterkste mages in Skyrim. Waarom de Psijic Order mij gaat contacten, omdat ik een van de... Be prepared to defend yourself. Oh, ja, ik moet daar volgen. Toch? Ja, vol tot hier. En hij is tof tot hier. Oh, die voet zijn. Zo, motherfucker! Burn for life, I'm out there!
out of plunderwerk. This is simply fascinating. Nou hè. We doen even. Oeh, ik wil level up. We pakken toch eventjes mijn mage en mijn dekker. Die doen zeg maar iets meer damage dan een fucking vlammenwerper aan mijn klauwen. Oké. Be prepared to defend yourself. Ah ja joh, ik ben geprepared genoeg. Ik wil even quick. Oh. Even een quickie save. Yep. Af en toe even een quick save doen. Hé, hey, ga handel. Oké. Goed zo, Jochem. Oh, het gaat nog leuk hier. Als jullie heel even wachten. Ja, ik heb tegen die dode gozertjes, die joggers. Nee, fuck. Ik pak even een andere shout. Want deze shout die ik momenteel aan heb, die werkt niet op hun. We komen leer tol. Chance to nearby allies, weapons, we need. Hier, cyclone, die is leuk. Wat er gebeurt. Yeah. Cyclone is gewoon een fucking tornado, die gewoon iedereen in one clap killt gewoon. Doe mee lief eventjes. Ja, dat zijn we niet. We'll have a naar Shard Hall, weet ik veel. Oh, wat is je Lydia? Vind je het leuk? Dacht ik ook. Moet die Lydia eigenlijk een nieuw zwaard geven en een nieuw shield? Daar shit is niet echt zo sterk. Wat de fuck is schip met de tyfus? Oké, zie je dat dingetje hier, oh? Dat was niet de bedoeling. Weet je gelijk wel wat het is, dat wel. Nou ja, als je dit wil, heal, tering veel wil upgraden, dan moet je gewoon dit blijven spammen. Ja, dan gaat dat ook omhoog. Dekkertje pakken. Dus ja, wat je net zag, die tovenaars vallen. Killen we wel, trouwens. Nee, niet gaan killen. Killen een grote meid. Hoppa. Lydia, goeie. Leven. Oké, daarom save ik dus. Oh. Ja, oh. Kom, dan gaan we weer even sneaky doen. Alweer omhoog sneakyen. Even wel zeker kijken wat nergens voor nodig is. Dat heb ik net ook gedaan. Daar komt de grootste jet. Daar komt nu een grootste jet. Hoppa, sneak attack. 30 keer damage aan mat, hey. Daar komt denk ik nu niks uit. Oh ja, ik pak hem mijn bow. Boog. Ja. Kom, laat je lekker kopjes zien, jongen. Goed zo.
was raak. Mijn pijl was raak. Toch niet? Oké. Okay. Jij hebt net al gedaan. Quicksilver, we moeten daar nog mee dan. En dan een quickie. En een quickie, quickie hier, een quickie daar. Ja, ja. What the fuck? Je zei helemaal niks. Oh, er is wel iets. Mes, kutkap. Dat is nog steeds een sneak bonus? Ik denk het wel. Ja, dat zit mij nog niet. Niet die helft jou. Moet je maar niet recht voor mijn neus gaan staan. Doorschieten. Hey, die vind ik leuk. Die vind ik leuk. Wat heb jij op je zak? Die vind ik leuk. Die vind ik leuk. Die vind ik ook wel leuk. Orbis Bow. Nee, die vind ik iets minder leuk. Oeh, die vind ik ook leuk. Ja, die nemen wij en die ook. Dank u. Wat zit hierin? De Steel Dagger. Zo. Ja, ik ga hem die pakken. Ja, die. En die. Sesam, deur open nu. De rest van deze dungeon is alleen maar druggers. Zilveren ring. Je hebt er echt niks aan, behalve als je een Eschant zelf opgooit. Of daar hem gaat verkopen, anders heb je er niks aan. Zie je dat steentje daar? Dat is een trap. Als je daarin gaat staan, dan komt daar vuur of pijl uit. Niet erop gaan staan, Lydia. Lydia had er gaan staan. Hey Lydia, wacht. Wat is die andere? Oh, jij was ook al dood. Had dat even gecheckt dan dat je ook al dood was. Bone meal. Wat doe je daar aan, weet je wel. Sorry, ik zat heel even snel te kijken op dit boek. Ik dacht dat er iets speciaals was, maar het was niet zo. Oh, gaan we dat spelletje spelen? Oké, dat spelletje ken ik. Moet die nou niet open gaan? Oh nee, nog niet. Hier moet een visje. En hier moet het vogeltje. En dat moet hij nu doen. Ja toch. Nou, een cookie. Op tijd. En er alweer weer. Nou ja, ik moet wel zeggen, de shit die van College of Winterhold questline is best wel lang. Omdat, zeg maar, iedereen heeft zijn eigen snelheid en dingen om te doen om door dungeons heen te gaan. Zoals ik, gewoon lekker crouchen en op een gemakje er doorheen gaan. Alles een beetje om bekijken en zo. Ah, shit, sorry. Oké. Ja, ik moet heel even snel wegwezen. Even fast healing. Op tijd. En. Ja, dan pakken we weer even de dekker erbij. Ja, killen, ouwe.
nog heel hard voor. Fuck! Ik wist niet dat hij zo snel ermee klaar was. Maar weet je waarom hij fucking sterk is? Omdat hij een bony longsword had. Die doet meer rond de 37 damage. Fuck sake. Ik heb hier nog best wel moeite mee, moet ik zeggen. Jullie hebben. Wat we dan gaan doen is nu gewoon lekkere flamethrowers pakken. Oké, ik ben al getekt. Fuck out, bitch. Goed dan. Go off, kill die motherfucker. Kill hem, jongens. Hoppa. Nou, is hij toch dood? Kijk. Oh. Nee, Bony Greatsword. Dit is maar 25 euro's. Ik pak hem mee en duw hem lekker in mijn huis. Oh, ja, dat kun ik niet zeker. Waar komt nou uit de schaafjes? Hallo? Oké, beter. Deze staat zeker vlot? Nee, niet eens. Oeh, Glass Arrows. A Bony Great Battle X. Gewoon meenemen. Oh, daar zit weer een val. En meteen is het. Oké, dat gebeurt er dus als er een flamethrower dood is. Dan volgt dus. Ja, waarom dus dat een elektrische mageval was? Omdat meer dan de helft, nou 90% van alle mensen, is geheel Skyrim, zijn totaal niet verdedigd tegen elektriciteit. Dus als jij elektriciteit mage hebt, dus laten we zeggen net zoals die dikke vlammenwerper net, bij het begin van de video een beetje. Als je dat zeg maar donderbolt of donderbliksem daarvoor hebt, dan kun je dus gewoon... iedereen fucking veel damage geven, want niemand heeft een verdediging tegen boos. Of tegen elektriciteit. Slang en visie. Ah, dat staat er ook gewoon. Oké, slang. Visie. Fuck. Oké, visie draait erom. Wel slang. Vogeltje. Oh, dat was vogeltje. Wat draait er nou nog mee dan? Ik heb het gevoel dat er nog iets mee draait. Visie. Nieuwe slak. Ah. Fuck zij. Op zo'n manier werkt daar. Oké, die staat alweer op vogelding. Die staat goed. Blijkt deze niet. Dat was hem. Ja, die ene gozer, die tovenaar die net met mij meeliep, hè? Die hoort nu eigenlijk ook met mij mee te lopen. Maar hier nog een shit. Hier, hoor je dat?
fuck? Dus dat zie ik op hier een groot gevecht, denk ik. Want er staat daar al zo'n poison, of zo'n drankbrouwsel. Oh, wat? Hey, Lydia, volgens mij stond jij op die trap. Oh, what the fuck doet die? Oh, oké. Okay. Zoals ik zei, die gozer hoort bij te komen, maar ik kan nu pas meelopen. Oké. Okay. Oh yes, maybe. Dit is de artefact die ik dus heb gevonden. One big animal fucking thing. Well, now. Oh no, you don't. Oké, okay, beter. Gaan we met z'n allen erop af. Eens even kijken, waar is mijn boot? Dit is mijn boot. Huh? Oh ja, dat was ik vergeten. Deze grappie, die hoort zeg maar bij die bol. Ik druk steeds op het verkeerde. Mage? Nee, mage. En lekker af. Dus die gare grappie, die kan pas dood worden gemaakt als deze uit is gezet. Oh, sorry Lydia. Zeg maar als Lydia wordt gekillt door deze mannetjes. En dan gebeurt het zeg maar. Holy shit, gek. Maar als ik Lydia net op de laatste slag killt, dan is het over. Hey, ik ga hier naartoe, grappie. Maar die bal, de balligheid. Ja, die nemen ze zeg maar mee. Ik snap niet hoe ze dat gaan doen, maar ze doen het. Wow, de staf van Jericho. Gewoon meenemen, jongens. Gewoon meenemen. Als je deze questline doet, gewoon meenemen. Be prepared to defend yourself. What the fuck is dit ding? I have no idea. Hij weet het niet. Het is fucking amazing. The Archmage needs to be informed immediately. Balletje. Ze hebben hier gemaakt. Can you return to the college and inform Sabo Saren of this discovery? Please. Ja. Dus eigenlijk wat ik nu moet doen is naar College of Winterhold teruggaan en gaan vertellen van hey, we hebben een magische balletje gevonden met een magische ondergrond. Ja. Deze bal geeft heel veel kracht, maar iemand wordt krachtig door, zeg maar. Die wordt dan gek door de macht. Ja, en verder zie je... Oh, wat de fuck. Verder zien jullie het wel verder in de questline. Oeh, dit is leuk. Dus als je hier naar buiten gaat, wat je ook doet, neem dat woord mee. Ik ga een kiesje pakken. Oeh, een emerald, geld, knockpicks, die wil ik hebben. Altijd hebben. Hou ik allemaal van zout. Kijk, deze woord is altijd leuk. Hoppa, woord ice form. En dat is dus iets voor de magic shouts. Waar is dat? Ice. Dit is mijn fire breed. Dit is mijn ice breed dus. Ik kan hem unlocken, want ik heb een Dragon Soul. Look. En hoe dit eruit ziet, is het volgende. Maar daar hangt hij weer uit. Is dit dus. Alleen dan ben je fucking bevroren. En als je nog een woord vindt, en nog een woord vindt, dan is je fucking epic. Die shout dus. Die citeer ik, Shaq. Ik moet je open. Pak even de cyclone erbij. Dat is zeg maar die shout die ik net gebruikte. En dan zijn we op een veilige plek. Ja toch. En dan weer naar boven lopen. Dit is altijd het nice, maar ook wel echt het mooiste wat ik vind. Je gaat altijd in een dungeon. Over een half uur of een uur ben je pas klaar met die dungeon. En nog niet eens binnen een minuut ben je al buiten. Achteraf zien kun je gewoon nog niet eens binnen een minuut binnen zijn bij het eindbaas.
Ja, maar dat kan pas als je het weet hoe het moet doen. Nou, maar boeien. We gaan naar College Windhall. Waarschijnlijk zit die draak daar, dus... pak even snel mijn bandwheel. Hoppa. Dan gaan we naar map, ja. Yeah. Gaan we daar naartoe. Want ik weet bijna 90, bijna 100% zeker dat die draak nog steeds daar boven die College Windhall gaat vliegen. Dus ja, dan moet ik weer even overnemen. En dan doet hij weer niemand kwaad. Zo leuk, een huisdraak. Maar dan op dat plekje, zeg maar. Ja, daar heb ik. Huisdraak, jongen. Oh ja, mensen, laat even in de reacties achter. Hoe pak je deze draak op? Stoel geinig. Draak wordt gedouwd door Lydia. Was die mooi. Nou, gaan we door deze deur. Gaan we even luisteren wat die gozer allemaal te vertellen hebben. Weet ik het allemaal. Daarna is het clear voor deze video. Want ik denk dat het nu al best wel lang duurt. Dus gaan we hierin. Gaan we eventjes zo lachen toe. Zo, gaan we molen met de panieren. Hé, hey, kwak man. Oeh, dat ziet er mooi uit. Ziet er leuk uit. Waar ben jij? Oh, daar ben jij. You are relatively new here, are you not? Ja, ik ben nieuw hier. You, but we have not spoken. Nou, nu dus wel. Nee, we then hebben allow het me niet to gedaan. Introduce myself. Nog niet gedaan, nog I niet am spouders. I am quite ja. But I do not and will not. Are we clear? Nee. Please don't tell me that another one of the apprentices has been incinerated. I have enough to deal with right now. Very well. Thank you for bringing this. Toftir, since he's a pet. Sorry, I did shit door spend, maar ik heb hier echt mee zin in. The next time you find yourself exploring Nordic ruins, perhaps this will be helpful. Started hitting the boots. Until next time. Nou mensen, ik hoop dat jullie van deze hele mooie tuin genieten. Het is echt een leuke tuin hier binnen. Die zwartigheid daar binnen. Okay. En ik zeg, like, subscribe, abonneer. En ik zie jullie tot de volgende keer bij deze nieuwe questline van fucking Skyrim. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik zeg, later.